Veldkamp. Dit is de leidende man als het gaat om de 500 meter rijders van de wereld. De 36,45 die Uwe Jens Mai februari 88 reed in Calgary is nog nooit verbeterd. En die eerste rit, ja, ik zei het al, Gulyaev is een kanshebber op de titel. Maar zeker de gedoodverfde favoriet voor winst op de 500 meter. Hij verbeterde zijn persoonlijke toptijd dit seizoen en bracht hem op 36,84. De snelste man derhalve van het hele deelnemersveld. En Bartje Veldkamp zal zich niet gek moeten laten maken door deze sterke sprinter uit Rusland. Zal moeten zorgen zijn eigen 500 meter race te rijden. Want hij kan zich natuurlijk op deze afstand niet echt meten met de man uit de Sovjet-Unie die 3 jaar geleden de Europese kampioen was. Teruggefloten door de starter, een Nederlandse starter in het herentoernooi, de heer Lubberts uit Wageningen. En hij heeft een West-Duitse compaan als het om het damestoernooi gaat. Dat is Kwiatkowski. Maar deze mannen hebben dus te maken met de Wageningse starter Lubberts. Gulyaev, ik zei het u al, 3 jaar geleden was hij de Europese kampioen. Dat was toch een topjaar voor hem, want in datzelfde jaar behaalde hij ook de wereldtitel bij de allrounders. En hij is nog altijd houder van het wereldrecord. Punten totaal over de 4 klassieke afstanden. Nu zijn ze goed weg. En van Gulyaev mogen we verwachten dat hij er meteen vol in gaat. Ik ben benieuwd naar de 100 meter openingstijd van deze twee mannen. Daar komt hij 10-2 voor Gulyaev en 10-4 voor Bart Veldkamp. Dat hadden we misschien van de Rus wel een fractie sneller verwacht. Maar kijk eens wat hij met een prachtige grote klappen nu afstand neemt van Bart Veldkamp. Ja, dit is de pure sprinter uit de Sovjet-Unie. Daardoor die buitenbocht. En Veldkamp die altijd lastige laatste binnenbocht op de 500 meter. Maar komt er goed doorheen, Bart. Prima gedaan. Hij kan natuurlijk niet winnen van Gulyaev, maar hij komt lekker dicht in de buurt. Dat is heel goed. En de winnende tijd is die van Gulyaev. 37,76. Maar de 38,88 voor Bart Veldkamp is een verbetering voor zijn persoonlijk record met 0,04 van een seconde. Een sterke opening voor onze landgenoot die terecht zeer blij is. Terecht de complimenten van coach Abkroken ontvangst heeft. Goed hè, die Veldkamp heeft. Ja, fantastisch. Je kon het al zien in zijn opening. 2 tiende verlies op en Gulyaev is ontzettend weinig. En hij had het voordeel dat hij op de wissel naar hem toe kon gaan. En trok dat mooi in die binnenbocht door en reed door een fantastische eindtijd.